Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heeren dat we niet zijn omgekomen. Is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. My best is yet to come. Ten slotte te alle de problemen ba boom om met jou. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless his holy name, for he has done great things. He has done great things. Oh, he has done great things. Bless his holy name. He has done great things. He has done great things, for he has done great things. I will bless his holy name. Hallelujah. Goedemorgen of goedemiddag. Of goedenavond, wanneer u dan ook kijkt. Ik wens u een hele goede dag toe. Welkom bij deze aflevering van The Best Is Yet To Come. En ik zong daarnet, I will bless the Lord. En precies dat is waarover ik wil praten vandaag. Love, praise en aanbidding. Waarom het zo belangrijk is. Nogmaals, welkom bij deze aflevering van The Best Is Yet To Come. Het is voor mij een bijzondere eer dat u naar deze boodschap kijkt. Ik bid en ik wens om u vandaag te bemoedigen vanuit het woord van God. Weet u, in deze tijd kan het zo zijn dat wij eigenlijk vergeten, door alle omstandigheden heen, kunnen we vergeten om de Heere te geven alle lof, alle prijs, alle aanbidding. Maar ik wil u zeggen vanmorgen, of ik wil u vandaag zeggen, dat Hij nog steeds waardig is te ontvangen alle prijs. Verlies uw lofprijs niet. Verlies uw lied niet. Dat lied dat u heeft hier binnen in uw hart. Dat moet uitgaan om de Heere te prijzen, om hem te loven, om hem te geven alle eer. Weet u, de vijand, de duivel, wil juist dat wij monddood zijn. Hij wil juist dat door al deze situaties en omstandigheden waarmee wij geconfronteerd worden, waarmee we dagelijks geconfronteerd worden, het is juist zijn bedoeling dat wij zwijgen en stil zijn. As a matter of fact wil hij juist dat wij klagen. Hij wil juist dat wij murmureren. Hij wil juist dat wij negatief spreken vanwege het negatieve dat op ons afkomt. Maar geliefde broeders en zusters, het is mijn assignment, mijn opdracht vandaag om u te bemoedigen, om u aan te moedigen, om juist in deze tijd de Heere te loven en te prijzen. Juist in deze tijd waar sommige mensen niet meer, waar we eigenlijk niet meer optimaal de diensten kunnen bezoeken. Gelukkig is de situatie versoepeld. Gelukkig kunnen we weer bij elkaar komen. Natuurlijk op een aangepaste manier naar de regels van het COVID-management team.
Maar nog steeds zijn er mensen die niet optimaal naar de kerk kunnen gaan. En juist wanneer we in de kerk zijn, dan is er een gezamenlijk vuur waarbij we de Heere loven en prijzen. En dat is ook goed. As a matter of fact, dat moet juist. Het woord van God moedigt ons juist aan om samen te komen en de Heere lof te geven. Om lofoffers te brengen aan Hem. Want daarin heeft Hij een welgevallig en zijn zegen is daar wanneer we samen zijn. Maar ook wanneer u alleen bent, ook wanneer u niet in een dienst bent, ook wanneer u thuis bent, ook wanneer u down bent en bij uzelf denkt, maar hoe ga ik door deze situatie heen? Juist op die momenten, geliefde broeders en zusters, moeten wij lof prijzen en aanbidden. En ik ga vandaag enkele punten met u behandelen en ik ga u enkele bijbelteksten geven om u aan te sterken, zodat u altijd Gode lof offert. Amen. Halleluja. Dus nogmaals van harte welkom. Moedig iemand aan. Stuur iemand een WhatsApp bericht of Messenger of stuur een voice note. Vraag ze om afgestemd te zijn, want we hebben allemaal zo die bemoediging nodig. Zeker in deze tijd. Amen. Dus als u dat kan doen, doet u dat. We gaan gelijk duiken in de materie. Ik heb enkele minuten met u. Geliefde broeders en zusters, waarom is het zo belangrijk om te blijven lofprijzen en te blijven aanbidden? Op de eerste plaats, onze focus wordt weggehaald van onszelf. Onze focus wordt weggehaald van onze omstandigheden en onze focus is op God. Denkt u even daarover na. Wanneer wij lofprijzen, wanneer wij de Heer aanbidden, Hij is de koning der koningen, wanneer wij dat doen, Dan komt er een shift, een verandering in onze focus. Waar wij juist gefocust waren op de omstandigheden. Waar wij juist gefocust waren op dat ongemak. Waar wij juist gefocust waren op die ziekte. Waar wij juist gefocust waren op onze financiële situatie. Of juist op onszelf, waar we zelf gericht waren en egocentrisch waren. Alles moet gaan zoals ik dat wil. Ik wil de controle hebben over alles. Wanneer wij de Heere lof prijzen, dan komt er een shift in onze focus. En zal ik u vertellen waarom dat belangrijk is. Hetgene waaraan jij de meeste aandacht geeft, juist datgene groeit. Juist datgene gaat bloeien in uw leven. Als u zich focust en concentreert op die omstandigheid, als u zich focust en concentreert op dat ongemak, wat gaat er dan gebeuren? Dat ongemak gaat juist blijven groeien. Waarom? Uw energie gaat daar naartoe. Maar wanneer wij onze focus shiften, als wij onze focus shiften, door middel van lofprijs en aanbidding. Want als we de Heer lofprijzen aanbidden, waar is onze focus dan? Onze focus is gericht op Hem. Onze focus is gericht op zijn grootsheid. Onze focus is gericht op zijn majesteit. Onze focus is gericht op zijn almacht. Mijn gunst, ik kan de hele dag zo doorgaan. Het punt is, wanneer we lofprijzen en aanbidden, focussen wij niet op de dingen die rondom ons heen gebeuren. Dat wil niet zeggen dat u onverschillig wordt. Wil niet zeggen dat u in denial bent of zo. Nee, daar gaat het niet om. Die omstandigheid is er. Dat ongemak is er. Maar we focussen. We concentreren ons niet meer op die omstandigheid. Maar wanneer wij zeggen, Heere, ik prijs u, ik loof u, dan is onze focus op Hem. Laat mij een tekst met u lezen. Psalm 150, vers 2. Daar staat er, loof Hem om zijn machtige daden. Loof Hem naar zijn geweldige grootheid. Mijn gunst. God is groter dan elke omstandigheid. God is groter dan elke struggle in uw leven. God is groter dan elke ziekte in uw leven. Waar moet onze focus dan zijn? Onze focus moet zijn op Hem. Die tekst zegt, loof Hem om zijn machtige daden. Dat is lofprijs. Loof Hem naar zijn geweldige grootheid. Halleluja. Daarom zong ik zo net, I will bless the Lord
Oh, my soul and all that is within me, bless his holy name. Daarom ben ik daarmee begonnen. Loof hem, zegt de Bijbel. Het tweede punt is, het brengt ons, wanneer we lof prijzen en aanbidden, brengt het ons naar de plaats van nederigheid. Het brengt ons naar de plaats van nederigheid. Ik wil een beetje een uitspraak doen die misschien een beetje schokkend kan zijn. Bewust of onbewust, als wij niet meer bidden, als wij niet meer lof prijzen, als wij niet meer aanbidden, is dat bewust of onbewust een teken dat wij de plaats van nederigheid hebben verlaten. Geliefde broeders en zusters, begrijpt u mij goed. Wanneer wij niet meer bidden, wanneer wij niet meer aanbidden, dan heb ik het over de Heere aanbidden. Wanneer wij niet meer lof prijzen, dan hebben we de plaats van nederigheid verlaten. Dan hebben wij bewust of onbewust onszelf eigenlijk verheven. Maar wanneer we lof prijzen en aanbidden, dan erkennen wij, Heere, zonder u kan ik niets doen. Dan erkennen wij, Heere, u bent mijn bron. Dan erkennen wij dat, Heere, uit mijn eigen kracht, uit mijn eigen kracht, uit mijn eigen energie, uit mezelf kan ik het niet. Ik ben afhankelijk van u. U bent groot. U bent goed. U bent almachtig. Ik weet niet alles. Ik kan niet alles. Maar u kan alles. U bent almachtig. U bent alwetend. Ik raak verward. Er gebeuren zoveel dingen om me heen. Ik weet het allemaal even niet. Het is te veel. Dan ga ik naar de plaats van nederigheid. Dan ga ik naar God en dan zeg ik, Heere, ik weet het allemaal niet. Maar u weet het. Want u bent almachtig. U bent alwetend. Dat is lofprijs. Lofprijs brengt ons naar de plaats van nederigheid. Halleluja. Het derde punt. Lofprijs zorgt ervoor dat uw vijanden moeten vluchten. My God, wist u dat lofprijs een wapen was? Wist u dat wanneer wij de Heere loven en prijzen, dat het niet gewoon zijn leuke woorden en gewoon alleen een goed gevoel? Ja, we vier boom wanneer we de Heere prijzen. Maar lofprijs in uw mond is ook een wapen. En u zegt maar, broeder, hoezo? Laat mij met u gaan naar 2 Kronieken 20 vers 22. Daar lezen wij een gedeelte uit het verhaal van koning Jehoshaphat in 2 Kronieken 20. Halleluja. Lofprijs is ook een wapen. Lofprijs zorgt ervoor dat uw vijanden moeten vluchten. Maakt het nu sens waarom de duivel het juist fijn vindt dat u niet meer lofprijst? Dat u de Heere niet meer aanbidt? Does it make sense? Waarom de vijand er alles aan doet om u te bombarderen met zoveel troep? Om u te bombarderen met zoveel drukte? Om u te bombarderen met allerlei toestanden? Zodat u zwijgt, zodat uw mond dood wordt. Want hij weet dat wanneer u opstaat, te midden van alles, wanneer u opstaat en begint te prijzen en begint te dansen en begint te jubelen, misschien gaan mensen u gek verklaren. Maar wanneer u begint te prijzen, u begint te dansen en te zeggen halleluja, Jezus Christus leeft, ik hou van hem, ik weet dat hij sterk is. De duivel wil dat juist niet. Waarom? Omdat hij weet dat lofprijs uit uw mond een wapen is. Hier staat er in 2 Kronieken 20... vers 22, op het ogenblik, dus laat me u even een beetje background information geven. Ze trokken ter strijde, de Heer had ze instructie gegeven, hey, wanneer jullie ten strijde trekken tegen dat volk, moeten jullie beginnen te zingen, de levieten moeten voorin zijn, et cetera, et cetera. En in vers 22, als u wilt, kunt u 2 Kronieken hoofdstuk 20 helemaal lezen. Maar in vers 22 staat er, op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, die tegen Juda waren opgerukt,
uit hinderlagen overvallen en zij werden verslagen. Dus het volk van God trok op ten strijde tegen al deze volkeren, de Ammonieten, de Moabieten, et cetera, et cetera. En ze gingen tegen die volkeren om te vechten. Nu, op het ogenblik, niet op het ogenblik toen ze begonnen te zwaaien met hun zwaard of toen ze de speren begonnen te werpen. Nee, op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heere de Ammonieten en de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir die tegen Juda waren opgerukt uit hinderlagen overvallen en zij werden verslagen. My God, als u wist wat lofprijs en aanbidding, lofprijs allemaal kan doen, wat een jubel voor de Heere allemaal. Wanneer u naar de dienst komt en er is een zangdienstleider hier en die u aanmoedigt, volk van God begint te jubelen, begint te zingen, begint te juichen voor de Heer. Het is niet gewoon iets dat wij doen uit traditie. Het is iets, want we weten dat wanneer een volk opstaat en begint te jubelen en begint te schreeuwen, niet dat we zo graag luidruchtig willen zijn, niet dat we zo graag een jugu-jugu barbari gemeente willen zijn. Nee, dat ding is een wapen om vijanden te verslaan. En ik hoef u niet eens te vragen, heeft u vijanden? Het antwoord is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk een volmondige ja. En wat dan ook uw vijand zou zijn. En dan hebben we het niet per se over vlees en bloed. Maar we hebben het over de machten en de overheden. We hebben het over boze geesten die allerlei toestanden in uw leven willen brengen. Die allerlei ziekte in uw leven willen brengen. Die achteruitgang in uw leven willen brengen. Die oponthoud in uw leven willen brengen. Al die vijanden, geloof mij, wanneer u begint te lofprijzen en aanbidden, worden deze vijanden verslagen. Keep that in mind, mijn broeder en mijn zuster. Wanneer u lofprijs en aanbidt, en ik heb hier al een beetje over gesproken, dan heeft u geen ruimte om te klagen en u heeft geen ruimte voor negativiteit. U heeft geen ruimte om te roddelen over iedereen en alles. U heeft geen ruimte om negatief te praten over alles. Geliefde broeders en zusters, wanneer wij lofprijzen, gaat de focus weg van al die dingen en de focus komt op God. Halleluja. Wanneer u lofprijst en aanbidt, maakt u ruimte voor de zegen van God. U maakt ruimte voor de zegen van God. Ergens in de Bijbel staat er, wie God de lof offert, eert hem en baant de weg, zodat wij zijn heil kunnen zien. Ziet u nu, begrijpt u nu waarom de vijand het juist goed vindt als u niet zegt? Begrijpt u nu waarom de vijand het juist goed vindt als er geen halleluja meer in uw hart is? Wie God de lof offert, eert hem en baant de weg zodat we zijn heil. Dat is zijn vrede, zijn voorspoed, zijn genezing, al het goede van God. Onze lofprijs baant die weg. Onze lofprijs maakt die weg open, zodat de Heere komt met zijn zegen. Halleluja. We nodigen zijn tegenwoordigheid uit. Dat is het volgende punt. Wanneer wij hem lofprijzen en aanbidden. Laat mij u meenemen naar Psalm 22 vers 3. Halleluja. Ik hoop dat u bemoedigd wordt om vanaf vandaag weer het weer op te pakken. Om te prijzen. Om hem te aanbidden. Psalm 22 vers 3 zegt. Mijn God, ik roep des daags en gij antwoordt. Volgens mij heb ik de verkeerde tekst. Laat me zien. Psalm 22. Halleluja. Oké, in ieder geval, ik zoek naar de tekst dat zegt dat de Heere troont op de lofgezangen van zijn volk. Ik heb het volgens mij verkeerd geschreven. In ieder geval, wanneer wij hem lof prijzen, staat ook ergens in Psalmen, dan nodigen we zijn tegenwoordigheid uit. De Bijbel zegt, hij troont op de lofgezangen van zijn volk. Halleluja.
Wanneer we de Heere lof prijzen en aanbidden, dan verkwikken wij onze ziel. We komen weer tot leven. Ik weet niet of u dat ooit heeft ervaren, misschien in een dienst of wanneer u thuis bent. Wanneer u de Heere looft en prijst, ontstaat er een soort stroom van zegen. Er ontstaat een soort stroom die uw ziel verkwikt. Halleluja. Als u neerslachtig was, geeft hij u een lofgewaad. En dat is een kleed van lofprijs. It's the garment of praise. Waardoor u zich beter voelt, waardoor u zich verkwikt voelt. Halleluja. Lofprijs en aanbidding heeft zoveel geestelijke implications. Het heeft zoveel geestelijke werkingen wanneer wij dat doen. En het laatste punt dat ik u wil meegeven. Gods kracht wordt gemanifesteerd wanneer wij de Heere loven en prijzen. In Handelingen 16 kunt u lezen over het verhaal van Paulus en Silas. Toen zij middernacht de lof verhieven, toen ze middernacht begonnen te bidden en te lofprijzen. Wat gebeurde er? Ze waren in de gevangenis, hun voeten waren geboeid, ze waren vast, maar hun mond was niet dicht. Misschien gaat u door een situatie nu, op dit moment gaat u door een situatie waarbij u eigenlijk vast zit en u kunt niet bewegen. En u bent helemaal, u zit totaal vast aan alle kanten. U heeft geen bewegingsvrijheid. Maar, als uw mond, my God, als uw mond enigszins open kan, wil ik u bemoedigen, lofprijs als nooit tevoren. Aanbid de Heere als nooit tevoren. Zoals Paulus en Silas dat hebben gedaan. Want ze hadden eigenlijk alle reden. Laten we eerlijk zijn. Ze hadden alle reden om stil te zijn. Ze hadden alle reden om gestrest te zijn. Ze hadden alle reden om boos te zijn. Want ze waren in de gevangenis ten onrechte. Ten onrechte in de gevangenis. Voeten geboeid. Helemaal vast. Ze konden niet move. Desalniettemin hebben zij de keuze gemaakt, wij zullen de Heere loven en wij zullen de prijzen. Ergens in Psalmen staat, ik wil de Heere te alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemen zich mijn zielen, verootmoedigen verheugen zich erom. O, maak met mij de Heere groot. Laat ons tezaam zijn naam verheffen. Halleluja. Geliefde broers en zusters, kijker, luisteraar, wie u dan ook bent, jong, oud, man, vrouw, opa, oma, verlies nooit die halleluja die in uw binnenste is. Verlies nooit uw dankzegging. Vergeet nooit om te zeggen, dank u Jezus. Vergeet nooit om de Heer te loven en te prijzen. En als u dat doet, gaat u vroeg of laat merken dat die situatie gaat veranderen. Gaat u vroeg of laat merken dat u zelf verkwikt wordt. En dat u de kracht hebt om de situaties en de dagelijkse strijd te confronteren en te overwinnen. Ik bemoedig u, verlies nooit uw lofprijs. Halleluja. Ik wil u bedanken dat u heeft geluisterd naar deze prediking. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen om uw lofprijs en aanbidding naar de Heer toe weer op te pakken. En zoals apostel Stephen Raymond dat altijd zegt, het beste van uw leven is nooit en te nimmer achter u, maar het beste van uw leven is altijd voor u. En zeg tegen uzelf, zeg my best is yet to come. God zegen u. My best is yet to come.